Vandaag zal ik vertellen over twee hele belangrijke vaardigheden bij het skiën. En dat zijn kanten en rotsen. Waarom zijn die zo belangrijk? Kanten gebruik je heel simpel om een bocht te kunnen skiën. Doordat je je skis op de kant zet, kun je de bocht draaien. Rotsje gebruik je ook. En tijdens het skiën. De meest geskiede bocht is namelijk een geroetste bocht. En soms dan is een piste zo steil dat ook een gevorderde skier deze niet volledig kan carven. En verder gebruik je roetje ook heel vaak in bijvoorbeeld moeilijke omstandigheden. En ook dan is het voor een gevorderde skier heel moeilijk om een bocht volledig te carven. Twee belangrijke basisvaardigheden voor de skier dus. Hoe ga je nou dat kanten en dat roetje doen? Kanten gebeurt vanuit de enkels, de knieën en de heup. En heeft eigenlijk heel veel te maken met die basisskihouding. Je kunt je skis op de kant zetten puur vanuit je enkels. Door je enkels naar de helling te kantelen. Je kunt het heel erg doen vanuit je knieën, vanuit je heup en met heel je lichaam. Het is belangrijk dat het eigenlijk een samenspel wordt. Dat je niet alleen vanuit je knieën gaat kanten. Want dan zie je al dat ik die basis skipositie helemaal kwijt ben. Dus het is een samenspel van enkels, knieën, heup om die ski op de kant te gaan zetten. Het roetje vervolgens. Als je op een piste staat en je gaat roetsen, dan kan dat tijdens een bocht zijn. Een geroetste bocht. Maar je kunt het ook gaan oefenen door op een helling zijwaarts te gaan roetsen. Ik sta nu met mijn skis op de kanten. En nu ga ik de kanthoek verminderen. Dus de skis vlak stellen en zijwaarts laten roetsen. Zoals je misschien bij het voorbeeld zag, als je de roetsbeweging gaat maken, dan breng je vaak ook je hakken iets verder naar beneden. Zodat je de skis kunt vrijgeven om te laten wegroetsen. Nou, hoe kun je dit nu oefenen? Heel simpel, zoals ik net voordeed. Zoek een relatief vlakke tot middelsteile piste om het te gaan oefenen. Maar vervolgens kun je dat roetje ook gaan toepassen op hele steile pistes. Want heel vaak gebruik je het onder moeilijke omstandigheden. Nou, het kanten kun je heel mooi oefenen door dwars over de helling te gaan glijden. En dan kun je gaan spelen met de kanthoek. En zelfs het kanten en het roetje gaan samenvoegen. Dat je een stukje op de kanten glijdt, vervolgens een stukje naar beneden roetst. En weer die kanten erin zet en voorwaarts gaat glijden. Ga er lekker mee spelen zodat je veel gevoel krijgt.